Ad, voorzitter van de Heemkunde Vereniging Gelein, die bestaat 43 jaar. Ik kan me nog herinneren dat de mooie antiek van de gemeente Gelein ergens in een kelder lag in het oud gemeentehuis. Wie heb je zoiets gekregen dat je zo'n bloeiende Heemkundevereniging hebt? Nou ja, daar hebben we eigenlijk lang aan gewerkt. Maar vrij wie we starten, heeft het thema. Toen werd de Paulus waar wethouder. En toen hebben we die spullen opgehaald, omdat die, wie ze zei, zonde is om dat in de kelder te hebben liggen. En nu heb je een prachtige boer. Hoeveel vrijwilligers heb je? Nou, we hebben tussen de 60 en 70 actieve vrijwilligers. Variërend van redactieleden tot schilders, mensen die scannen, stamboom moeten zoeken enzovoort. Maar er zijn ook nu, die liggen een complete heemtuin aan. Ja, ook dat hebben we gedaan. We hebben eigenlijk een van de medeoprichters, Nick Smeets, steunarchitect, aangeboden om dat te ontwerpen. Nou, en voor hebben in de heemkundige sfeer hebben we nu een tuin aangelegd die in mei officieel geopend zal worden. Ja. En die vrijwilligers, die heel zo actief. Maar je doet zo ontzettend veel. Kent je dat allemaal doen van de kleine contributie van die vrijwilligers en van die leden? Nou nee, dat zou ik beslist niet kennen. Maar we hebben een aantal activiteiten. Er zijn nu die vragen subsidies aan en andere, bij andere instanties. Maar we geven ook buurgoed. En als het boek goed loopt, nou, dan verdienen we daar een paar cent op. En die kunnen we weer investeren in de tuin of in het geboer of in faciliteiten. Je hebt al een boeiend tijdschrift voor en altijd leuke verhalen staan over de historie van Gelein, Oud-Gelein, Lutteraar en Lenjeneuvel. En die is nou heel herkenbaar voor iedereen. Net zoals de expositiebuur heel herkenbaar zijn. Je hebt een aantal oude schilders gehad van Gelein. En nu loopt dan tentoonstelling van Harry Canisius. Nou, iedereen kent Harry Canisius, de man met dat strikje daar altijd door Gelein loopt. Wie zit je daar opgekomen? Nou, ik kom Harry Canisius regelmatig tegen, want hij verwandelde hem door het centrum. En we geven, hij wordt zo erover. Ik zeg, hij waren 90 geworden. Ik denk, nou ja, dan willen toch die dat we eens aandacht aan hem schenken voor wat hij heeft gedaan. Niet alleen voor Gelein, maar de ganse omgeving. Nou, en er zijn heel verrassende dingen uitgekomen, kan ik zeggen. Dus ja, het was zeker nodig om er een expositie van te maken. Hij zat in de industriële fotografie, hè, maar vooral heel veel lui fotografeerde ook. Ja. En als een vrije tijd maakte altijd leuke plekjes voor die er tegenkomen, waar hij foto's. Hij leefde echt voor zijn vak. Absoluut. En dat deed hij eigenlijk nog. Ja. En hij heeft heel lang de prinsen gefotografeerd, in het geheim. Ja. En Weile, zijn echtgenote, die wist dan te vertellen bij prins wordt, zodat het toch niet meer zo geheim wordt. Ja. Maar wie reageren jullie op zo'n expositie? Nou, geweldig. Het is geweldig druk. En Harry Canisius, moet zeggen, is ook geweldig trots. Hij is nu afgelopen twee weken twee keer geweest met een groep lui van het huis waar we nu in woont, in Schinnenval, heel even. Die komen dan met een busje en vol trots leert hij dan de lui zien van wat hij gemaakt heeft. Er waren vooral bekend als portretfotograaf. Maar ook, wie ze zei, andere verrassende dingen. Als ze ergens langskomen, dan fotografeerde hij dat. Want hij praktisch altijd in zijn fotocamera. En nog, hè, zal ik handschrift maken nog helemaal voor. Ja, het is nu een beetje minder, want hij moet nu de rollator vasthouden. Maar heel toch alles in de gaten wat er in Gelein gebeurt? Ja, absoluut, absoluut. Wie lang loopt die tentoonstelling nog? Nou, die tentoonstelling loopt tot 18 februari. Dan is het gedaan. En wanneer kennen we dat terecht? Nou, tijdens de reguliere openingstijden van de Heemkundevereniging, dus op maandagmiddag en op donderdagmiddag van 2 tot half 5, op dinsdagavond van 7 tot 8 en de eerste zaterdag van de maand van half 10 tot 12. Bovendien op aanvraag, want er komen toch wel veel groepjes en groepen die zeggen van goh, campers komen kijken. Dat kent altijd, als ze contact met ons opnemen, kan we dat altijd regelen. Verkomen, neem alleen Royaal de Tiet, want niet alleen die expositie is interessant, ook de rest wat je allemaal ziet. Ja. Dank, Ad. Graag gedaan.